Het is aan ons de taak om de Christus te worden op aarde en de verlichtende uitstraling van Gods geest te belichamen. Het Christusbewustzijn is het bewustzijn van ons ware zelf. Het is onze bestemming om het niveau van Christusbewustzijn te bereiken en ons bewust te zijn van het zelf als God. Het kosmische bewustzijn is gebaseerd op het innerlijke, intuïtieve weten, mededogen, liefde en respect. Het is leven vanuit het hart. Nog weinig mensen belichamen dit, want het massabewustzijn op de wereld is dominant. Het gaat om het denken, geloven en handelen vanuit het vleeselijke bewustzijn, oftewel het ego. Het Christusbewustzijn is het tegenovergestelde van het vleeselijke bewustzijn. God is licht, liefde, energie, de bron van alles, de zon. En wij zijn individuele manifestaties, de zonnestralen van de zon. De Christus is ons hogere zelf en is een mediator tussen de menselijke en het goddelijke zelf. Het is de beschermer, de wijze leraar die de ziel vanaf haar kinderlijke bestaan naar het niveau van spirituele volwassenheid begeleidt. Je bent een goddelijke vonk en als godsvonk, als ik ben aanwezigheid, kun je toegang hebben tot het Christuslicht. Hiervoor dien je in verbinding te zijn met je hart. Er hebben mensen op aarde geleefd die het Christusbewustzijn hebben belichaamd. Denk aan Yeshua, Krishna, Boeddha en Ramana Maharshi. Ze hebben de ultieme eenheid tussen de ziel, het hogere zelf en het goddelijke zelf. Een drie-eenheid. We zitten momenteel in een ascensieproces, waarbij de mens een grote sprong in het bewustzijn gaat maken. Persoonlijk meesterschap betekent niet het vergoddelijke van het menselijke, maar de erkenning van het goddelijke binnen je. Het materialistische bewustzijn is in strijd met het Christusbewustzijn en is niet bezig met de spirituele wereld. De ziel in reïncarnatie zal uiteindelijk moeten gaan kiezen tussen deze twee. Wanneer de ziel voor het Christusbewustzijn kiest, gaat ze het spirituele pad op. Het hoogst haalbare is hemelvaart, oftewel ascensie, ascenderen, bewustzijnsverruiming, Christusbewustzijn. Hierna zal de cyclus van reïncarnatie eindigen. Het kosmische bewustzijn houdt in dat je eenheid en verbondenheid realiseert. Het ik ben een andere versie van jou en jij bent een andere versie van mij. Zodat je met anderen omgaat zoals je wilt dat anderen met jou omgaan. Het is het licht van God in jezelf en in een ander herkennen. Elkaar willen helpen, voor elkaar zorgen, is een praktische realisatie
van dat Christusbewustzijn. Want dit bewustzijn kan alleen gerealiseerd worden met een open hart. Het hart is de essentie. Het gaat om de energie van het hart. Het Christusbewustzijn wordt niet gemanifesteerd door logica en analytisch denken, maar door het aanvoelen, inleven en resoneren met de kosmische realiteit in plaats van de aardse. Door aan je onderste drie chakra's te werken en deze in balans te brengen, zul je jezelf neerzetten, aarden, gronden op fysiek niveau. Maar daardoor zal je hartchakra gaan openen en je stevig verankerd in jezelf zijn. Het echt incarneren, jezelf wortelen op aarde, is dus belangrijk. Want hoe dieper je wortels, hoe hoger je bewustzijn. Zo beneden, zo boven. De weg van het hart is de kortste weg die de ziel kan volgen om het Christusbewustzijn te realiseren. Loskomen van oordelen, negatieve gedachten, oude patronen, kritiek op onszelf en anderen, de afgescheidenheid illusie doorzien. In iedereen zit de Christus. Alleen bij weinigen is deze ontwaakt en bij velen is deze slapend aanwezig. Het Christusbewustzijn is de Heilige Geest, de enige juiste denkgeest. Het gaat om harmonie, balans, zelfdiscipline, zuiverheid, zelftransformatie, vergeving, vrede, liefde, kracht, verrijzing, vrijheid, rechtvaardigheid, waarheid, echtheid, sereniteit, puurheid en onderscheidingsvermogen. Het bewustzijn gaat om liefdevol handelen, om goddelijk gedrag. We zijn een spiritueel wezen in een materiële werkelijkheid. Dat maakt het zo uitdagend. Spiritualiteit draait om je demonen en je schaduw aankijken, om oud zeer te doorvoelen, om je licht te verankeren op aarde en een voorbeeld te zijn voor anderen. Als je verkeerd behandeld wordt, weet het Christusbewustzijn dat de ander handelt vanuit krankzinnigheid, vanuit onwetendheid. Je kunt dan doen door niet te doen. Het goddelijke gedrag lijkt dan op onderdanig gedrag, maar niets is minder waar. Je bent een mens met een hoog bewustzijn en het goddelijke gedrag geeft bewust ruimte aan de ander, zodat diegene ook de mogelijkheid krijgt om te groeien van bewustzijnsniveau. Je kunt liefdevol voor jezelf opkomen, liefdevol je grenzen aangeven, zodat je daadkracht en leiderschap over jezelf toont vanuit een hartsverbondenheid. Niemand kan jou naar beneden halen, want jij kent jouw kern, jouw essentie, jouw ik ben. Je bent dus een spiegel voor de ander, waardoor de ander de mogelijkheid krijgt om bewust te worden van zichzelf. Als de groep mensen met een hoger bewustzijn groter wordt, creëren we steeds sneller aan het collectieve doel.
Het spirituele bewustzijn kan door iedereen ontwikkeld worden, middels innerlijk werk, waardoor je inzichten krijgt en helderheid. Yeshua had het Christusbewustzijn verworven en was verlicht. De doctrine dat hij de enige geboren zoon van God was, is door kerken aan de mensheid opgelegd en voor honderden jaren als waarheid aangenomen. Yeshua ben Jozef was hier met een boodschap. Dat het doel van de mens het Christusbewustzijn te bereiken is, waardoor we net als hij de Christus worden. Hij zei, heb ik jullie niet gezegd dat jullie goden zijn van de Allerhoogste? Iedereen die in mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als ik. Hij zal zelfs nog geweldigere dingen doen. En wanneer hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, alleen door mij kun je bij de Vader komen, was dit geen ego-verheerlijking, maar het Christusbewustzijn, die de ziel en het goddelijke met elkaar verbindt. De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Zoek het Koninkrijk van God. De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Dit is mediteren of bidden. Zolang je mediteert met God, zolang je bidt met God. Yeshua zei, bid niet op dezelfde plek als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden, want ze willen dat mensen het zien. Luister goed, ik zeg jullie dat ze hun beloning al hebben gekregen. Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader, terwijl niemand het ziet. Hij zal je er openlijk voor belonen. Wij hebben creërend vermogen en scheppingskracht. Creatie van binnenuit. Door aan je bewustzijn te werken, draag je bij aan het collectief, aan de nieuwe wereld. De oude wereld is er een van macht, controle, ego, intolerantie, geld, status, misbruik, oorlogen. En fake news. Het is daar waar overheden regeren. De nieuwe wereld gaat echter over samenleven, samenwerking, acceptatie, tolerantie, compassie, liefde, eenheid. En waarheid. Het is daar waar liefde regeert. Het Christusbewustzijn is nooit weg geweest. Het is alleen slapend bij velen. Daarom is de term wakker worden, zodat we onze kracht niet langer uit handen geven aan de machthebbers, maar dat we weer in onszelf gaan geloven. Bewuster worden. Onze intuïtie, ons innerlijk kompas, weer gaan volgen. Het is een esoterische leer. En mensen die dit niet begrijpen, noemen het zweverig. Maar aan je kindwonden en schaduwkanten werken, is alles behalve zweverig. Nadat Yeshua al zijn taken had voltooid, is zijn Christusbewustzijn geactiveerd. En dit is voor iedereen toegankelijk. Maar velen kiezen dit pad niet. Yeshua zei, draag je kruis en volg mij.
En ga door de nauwe poort naar binnen, want breed is de weg die velen volgen. En de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Het is de keus tussen het ego en het Christusbewustzijn. Het ego is de dief, de duivel. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om mijn schapen leven te geven, in overvloed. Het Christusbewustzijn is de vruchtbare bodem voor een betere wereld. Het is het bewustzijn dat tegenover het ego-bewustzijn staat. Het ego staat voor afscheiding, illusie en ellende. Het Christusbewustzijn is synoniem aan eenheid, waarheid, licht en liefde. Het Christusbewustzijn is het licht dat je uit de illusie naar hogere dimensies voert. Tijdens het transformatieproces of ascensieproces ontdekken we ons hoger zelf, onze ik ben aanwezigheid. Want tijdens dit proces verruil je de afgescheidenheid voor eenheid. Vaak gaat zo'n transformatie gepaard met een donkere nacht van de ziel. Je overstijgt het ego. Je groeit er spiritueel overheen, waardoor je alles beter gaat doorzien. Je verruimt in bewustzijn en hierdoor ben je minder gevoelig voor manipulaties, illusies en valkuilen. Het ego-bewustzijn draait om controle, superioriteit, gelijk willen hebben, slachtofferschap, gebrek, tekort en eigenbelang. Kijk maar naar de wereld zoals die nu is. Het gaat om conflicten, strijd, denken beter te zijn dan de ander, genoegdoening, vernietiging, chaos en wraak. Iedere politieke, religieuze en sociale wandaad wordt erdoor gevoed. Het is het bewustzijn van beperking, van uitsluiting, van inconsistentie. Het is een vernauwd bewustzijn. Terwijl het Christusbewustzijn een verruimd bewustzijn is en dus precies het tegenovergestelde van het ego-bewustzijn. Het Christusbewustzijn ziet in ieder zijn gelijke en weet dat ieder de schepper van zijn eigen leven is. Het is het bewustzijn van overvloed, van vreugde, van inspirerende creatie. Het Christuslicht is verlicht zijn, verlichting, volkomen vrij van illusies, waarin het ego getranscendeerd is. Het is het bewustzijn dat niet langer beïnvloed kan worden door de wereld. Je kunt dit merken aan jouw acties, hoe je handelt, maar ook aan jouw gevoel. Je kunt dan intens gelukkig zijn, je volkomen vredig voelen, je overspoeld voelen door liefde en je één voelen met al wat is. Je leeft dan vanuit kosmisch bewustzijn, vanuit je hoger zelf. Lichtwerkers hebben als missie en taak hun licht te verankeren in zichzelf, waardoor het licht zich kan verspreiden op aarde en hogere dimensies. Door dit licht
zelf te belichamen en uit te stralen, zal dit gevoeld worden, resoneren bij anderen. Hun blik zal langer gericht op jou blijven. Ze weten misschien zelf niet waarom, maar het is jouw stralende zijn. Het is geen gemakkelijke taak om lichtwerker te zijn, want het vraagt om doorzettingsvermogen, commitment, om spiritueel meesterschap. Je loyaliteit aan je zielsmissie betekent ook dat je je losmaakt van mensen, situaties en patronen die jouw hoogste goed niet meer dienen. Je zult dan jouw unieke zielsfrequentie de wereld inbrengen. Je leeft dan vanuit een hoger hart, een hoger bewustzijn en laat langzaam je oude zelf los. Het is het pad van je ziel volgen. Het is de weg naar binnen. Door het loslaten van oude pijnstukken komt er ruimte in je systeem en zal je licht sterker gaan stralen. Je gaat dan steeds meer vanuit je goddelijke hoger zelf leven. Wanneer je de dualiteit overstijgt, zal het eenheidsbewustzijn geboren worden in jezelf. Dit lukt echter alleen als je het innerlijk werk hebt gedaan en al je eigen donkere delen hebt getransformeerd. Er komt dus een moment dat je hoger zelf je uitnodigt om een keus te maken tussen je ego en je ziel. Wanneer je kiest voor je ziel, dan kies je de weg van het hart, van transformatie en zelfverwezenlijking. Het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke wordt in balans gebracht als wij in staat zijn het witte Christuslicht in ons hart en ons buik te ontvangen. Hoe meer zielen deze weg gaan, hoe meer het vredeslicht op aarde neerdaalt. Vader Hemel en Moeder Aarde scheppen de heilige stilte. Het heilige zijn. Het is thuiskomen in jezelf, vervuld van Gods liefde. Een zuiver hart met uitstralende innerlijke liefde. Dankbaarheid. Het gaat voorbij worden. Weten. Voelen. Ervaren dat we Gods kinderen zijn. Het is een universele energie die alles en iedereen doordringt. Het is de kracht die tot ons spreekt door middel van ons geweten en intuïtie. Het is de stilte, de eindeloze ruimte in je. Het is een innerlijke ervaring van creativiteit, verbondenheid, kracht en een oersterk zelfvertrouwen. De mens is een lichaam-geest-zielcomplex, body-mind-spirit-complex. Wij zijn kwetsbare wezens met een enorme potentie in ons, de goddelijke vonk in ons. Hoe sterker de goddelijke vonk in onszelf, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in de geest gaat klinken. Het is de wet van het hart. Het mystieke hart. Dit gaat gepaard met ontroering. Zo ook de herkenning van jezelf in de ander. Door deze Christuservaring wordt de scheiding opgeheven.
Het is het wonder van de liefde. Ook jij bent een mysticus die de eenheid kan ervaren. Het aanvaarden van je scheppingskracht en het bewust scheppen van je eigen werkelijkheid brengt je naar een hoger bewustzijn. Het is terug naar onschuld. Herinneren wie je werkelijk bent. Het is het ontwaken van het Christusbewustzijn, dat wat tijdloos is. De hoogbewuste mens heeft een bovenbewustzijn, verbonden met God en al wat is. Het is een volledig geïntegreerd bewustzijn, het allerhoogste vibratieniveau dat haalbaar is. Het is verbinding maken vanuit eenheidsbesef, waardoor je anderen aanstuurt zich ook bewust te worden van hun hart, hun ziel, hun Christuskracht. En bezield te gaan leven vanuit het hoogste wat een mens innerlijk kan bereiken. Zelfverwezenlijking. Vrijheid in een diepe innerlijke verbondenheid. Innerlijke hartevrijheid vanuit goddelijkheidsbesef. Zoek dus niet langer buiten jezelf. Alles zit namelijk in jou. Wanneer je je vol in overgave verbindt met de Christusenergie, dan zal je energie via je ogen de wereld instromen en zal de ander dit kunnen ervaren. Bewust of onbewust. Deze nieuwe tijd, dit nieuwe tijdperk, vraagt om een andere manier van kijken en een hartsverbondenheid. Want liefde is de basis. In deze periode van evolutie dien je sterk gegrond, geworteld te zijn, zodat je vorm kunt geven aan die totale nieuwe wereld, zodat je een voorbeeld kunt zijn voor anderen. En dat wanneer je iemand tegenkomt die oorlog voert met zichzelf of anderen, deze mens heeft juist liefde nodig, omdat deze is afgesneden van zijn kern en leeft vanuit krankzinnigheid, onwetendheid. Door jouw licht, jouw hulp, leert de ander zichzelf te begrijpen, waardoor het zijn pijn zal verheffen naar een hoger bewustzijn. Iedereen heeft deze kracht en dit enorme licht in zich. Het moment dat je niet ingaat op iemands krankzinnigheid, heb je de cyclus van misbruik doorbroken. Zeg liever, bedankt dat je mij laat zien hoeveel pijn je bij je draagt. Hopelijk maakt dit de ander bewust dat hij niet handelt vanuit zijn ware natuur. Want mensen die pijn zijn gedaan, doen pijn, doen anderen pijn. Het zijn spiritueel afgesneden delen welke om heling vragen. Deel jouw kennis. Deel jouw liefde, deel jouw vreugde. Want jouw lach kan de donkerste dag oplichten en iemands leven mooier maken. Wij zijn het licht van God. Wij zijn allemaal afgescheiden geweest van ons innerlijke zelf. Maar je kunt nu je goddelijkheid omarmen. Je hebt pijn gehad, maar aan het einde van de pijn is er licht. Duister is waar het licht ontbreekt. Licht is waar duister ontbreekt. Spendeer tijd met jouw donkere kant en je kunt je leven helen.
Wat? Als we ons niet langer zouden verhouden tot de wereld om ons heen, maar tot het universum in onszelf? De sleutel tot zelfbevrijding bezit jezelf. Door liefdevol in het moment te leven, met dankbaarheid, rust en meegaan met de stroom. Het is een spirituele leefstijl door bewust en met aandacht in verbinding te leven met jezelf en met anderen. Door van buiten naar binnen te gaan, om te beseffen dat er een groot geheel is. Alles met elkaar in verbinding staat. Alles verbonden is. En te beseffen wie je echt bent. Het is een proces van bewustwording wat inzicht geeft. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Naar binnen keren en stil zijn vraagt om moed, want er ontstaat ruimte voor oude pijn. Maar als je in je lijf, in je lichaam aanwezig bent en blijft, dan kan je daar de pijn verwelkomen en het doorvoelen. En dan zal je beloond worden met inzichten, helderheid en heelwording. Bezinning, verdieping, reflectie, verbinden met je kern. Ken jezelf. Je bent een onsterfelijk lichtwezen.